Ik heb geen echte rozen kunnen scoren vanmorgen. Allee, dat had ik nu wel verwacht, Jarne. Ja, dus ik heb er maar via de radio meegebracht met St. John. Een hele goede morgen, Julie. Goedemorgen. Zo blij dat jij er bent. Ik heb het al een paar keer gezegd. Gisteren heb ik je even moeten missen. Ja, ja. Maar we waren er nog altijd. Hè? Telefonisch. Je was er nog steeds. Je zit nog altijd met dat gebroken been, die gebroken voet van jou. Nog 6 weken zit je in het gips. Maar je bent er toch bij? Ik ben er toch bij. Wat fijn. Wat en, goed. Het is heel belangrijk om dat eens af en toe te benoemen. Dat je blij bent dat je collega's er bijvoorbeeld zijn. Ja, en deze week en wel, nog specialer. Ik wil gewoon even daar een momentje voor pakken. Bedankt, Jarne. Bedankt, Josephine, om zo leuke collega's te zijn. En hier een leuke dag van te maken in de studio. We zitten hier met smiles achter onze oren. Josephine ook al. Inderdaad. Maar deze week dus ook week van het werkgeluk. Dus het staat nog eens wat extra in de verf. En Anne de Bisschop, die vertegenwoordigt eigenlijk een beetje die week. Een hele goede morgendag, Anne. Goedemorgen, dag Jarne, dag Julie. Goedemorgen. Dag Anne, goedemorgen. Ja, zeg je, u bent keynote speaker en ik heb dat even gegoogeld. En dat is een soort van een ceremoniemeester tijdens belangrijke meetings en conferenties. Maar leg het toch nog eens uit, want ik denk niet dat ik het helemaal begrepen heb. Ja, ik ben inderdaad nog nooit een ceremoniemeester genoemd, maar goed. Dat wil ik ja, Google noemt u dus een ceremoniemeester. Oké, voilà, dan kan ik dat nog weer bij op mijn cv zetten. Voilà. Nee, een keynote speaker is eigenlijk ja, met bedrijven, of zowel op congressen als seminaries, maar ook binnen bedrijven, mensen gaan inspireren met inzichten over, in mijn geval dus welzijn op het werk. Dus ik ga eigenlijk mensen gaan motiveren, gaan inspireren om op een andere manier door hun werkdag te gaan met ja, heel concrete tips en tricks van kijk, hoe kan je nu anders gaan werken om gelukkiger te zijn, minder stress te hebben en elke dag met heel veel plezier en enthousiasme te gaan werken. Wel, ik vind dat super interessant. Je zou zeker hier eens mogen langskomen. Maar hoe word je net zoiets, een keynote speaker? Oh, ik ben eigenlijk eerst... ik heb 2 boeken geschreven. Mijn eerste boek, Aftellen naar maandag, staat eigenlijk boordevol tips naar de medewerker zelf. Terwijl mijn tweede boek, dat net uit is, Wellbeing is winst, daar wil ik bedrijven eigenlijk van overtuigen van kijk, investeren in gezonde en gelukkige medewerkers, dat kost jou geen geld, maar dat brengt jou inderdaad op termijn geld op. Want gelukkige medewerkers zijn creatiever en zijn productiever. En daar draait het eigenlijk. Voilà, ik vind dat ook helemaal waar. Ja, je hebt dus al 2 boeken uit, die kunnen de mensen natuurlijk ook vinden. Ik vraag me wel af, Anne, heb jij dan zo tips voor bijvoorbeeld mensen op de radiovloer? Want ik heb een voorgevoel dat jij ook wel een radioverleden hebt zelf. Ja, klopt. Ik was eerst commercieel directeur van Q Music en dan ben ik directeur geworden van Q Music en Joe. Dus de radiowereld is mij niet vreemd. Ah, oké, okay, leuk. Leuk hè. Alleen nu hangt u bij Energy aan de lijn, wat fijn. Voilà, waar ik ook toch nog een aantal mensen ken die vroeger mijn collega's waren. Dus een heel leuke omgeving om in te werken. Dus jullie hebben al het geluk dat jullie in een fantastische omgeving zitten. Mm-hmm. Maar ik kan jullie toch nog een aantal heel kleine, eenvoudige tips geven. Zoals bijvoorbeeld iets waar we vaak fouten tegen maken is af en toe een pauze nemen. En wat bedoel ik daarmee? Ons brein kan zich eigenlijk maar 52 tot 58 minuten optimaal concentreren en dan heb je eigenlijk een korte break nodig. En wat zie je vandaag bij veel bedrijven? Het zijn eerder de niet zo gezonde mensen, de rokers, en die gaan regelmatig naar buiten om een sigaretje te roken en die nemen dus een pauze en die praten met collega's. En wat doen de niet-rokers? Die blijven een hele dag doorwerken. Dus eigenlijk een oproep van neem regelmatig eens een pauze. Het gaat jou nadien productiever maken. Je gaat weer een fris brein hebben. En zeker, je gaat er veel zeer beter tegenaan kunnen. Ja, ik vind dat eigenlijk ook heel belangrijk. Want wij hebben vorige week zo af en toe eens naar buiten gegaan. Maar deze week is dat nog niet gebeurd. Dus ik stel voor dat we vanaf morgen terug elk uur naar buiten gaan. Even een frisse neus halen. Vanaf morgen, Julie. Vanaf vandaag. Vanaf vandaag. Binnen 10 minuten zit onze show erop. En dan gaan we gewoon lekker naar buiten. Ja, want wat je bijvoorbeeld kan doen. En dat is ook een van de vele tips die ik trouwens ook bij ons aan de DJ's destijds meegaan. Is van kijk, probeer jullie meetings ook eens wat vaker al wandelen te doen. Voilà. En jullie hebben regelmatig brainstorm sessies, brainstorm meetings om goede programma's te maken. Wel, dat zijn meetings die je perfect al wandelend kan doen, want anders zit je gewoon veel te veel neer op een dag. En zitten is ongezond, zitten is niet goed voor ons. Dus ga maar buiten, niet alleen voor een pauze, maar ook voor eigenlijk meetings. Heel belangrijk. En nog zo'n belangrijke tip ook, waar veel mensen fouten tegen maken, is 's middags gewoon eten terwijl ze doorwerken. Neem die lunchpauze. Nee, inderdaad. Heel veel mensen doen dat en ik vind dat echt een heel goede tip. Dankjewel, Anne. Ja, Anne, ik zou zeggen, waar kunnen de mensen nog meer tips van jou vinden? Sowieso in die boeken, maar heb je ook een website of zo?
Ik heb een website, www.annebisschop.be. En eventueel op mijn Instagram-pagina geef ik heel regelmatig ook tips. Zoals bijvoorbeeld, heel eenvoudig, loop 's ochtends eens 5 minuten met je blote voeten in de tuin. En dat geeft jou instant energie. Dus mensen die, laat ons zeggen, regelmatig tips willen op Instagram, geef ik er wel regelmatig. All right. En op mijn website kan je al mijn blogberichten lezen. Ah, wel, okay. Ik ga dat hier eens allemaal doorsturen naar onze grote bazen hier bij Energy. En wie weet doen we dat binnenkort dan ook wel allemaal. Superleuke tips. Dank je wel, Anne. Veel succes. Dank je. Okay. Dank je wel. Bye-bye. Fijne bye. Dag. Dag. Dank je wel. Dag. Dreaming of a life. Everybody got something. Staring at the sky. I don't see nothing coming. Thinking of my prayers. Maybe they were all misplaced. Good news, I could use some one-man revolution. Hallelujah, take me to you, 'cause I'm lost alone again. Hallelujah, take me to you, I don't believe, but I pretend. Your little runaway is running out of faith, so if you shoes, can you see me coming right out of the blue? Gonna hit the clouds running. Are you even there, or is all of this misplaced?